staan hier in het kunstlokaal van jou, Tony Bastiaan. Nou gaan jullie beginnen met een workshop. Zou je er wat over kunnen vertellen? Een gratis workshop. We bieden gratis workshops aan. En dat heeft te maken met het overlijden van Oscar. Dat was een vriend van mijn zoon, hij was 25. Maar hij was hier ook workshopsleider in mijn kunstlokaal. Hij heeft stickers gemaakt met die kinderen, want je ziet van die stickers. Dat heb ik van hem geleerd. En met Posca-stiftenwerk heb ik van hem geleerd. Graffiti-spuit heb ik van hem geleerd. Dus we hebben met elkaar heel veel doorgebracht, heel veel tijd. En hij heeft hier veel gewerkt. En hij is van de zomer verongelukt. En het is een enorm gemis. En toen dacht ik, het was zo'n bijzonder figuur. Kun je wat vertellen over Oscar? Oscar had heel veel tijd. En hij had ook altijd een luisterend oor. En hij was altijd goed gemutst. En hij was heel relaxed. Hij maakte zich eigenlijk nergens zorgen over, ogenschijnlijk. Ik vond het altijd fijn. Hij kwam 3 keer in de week bij ons. En het was altijd gezellig als hij er was. Later in de week was de begrafenis. Die werd hier in de Kruiskerk gehouden. Er kwamen 500 jongeren. Hij moet dus echt iets geraakt hebben bij jongeren als er zo'n opkomst was. Ja, dat denk ik ook. En dat zag je ook. Je zag de ontreddering bij ze. Je zag de ontreddering. En bij de begraafplaatsen was ik echt heel, heel bijzonder. En toen werd ik helemaal benieuwd naar de verhalen van wie zijn die vrienden? Wat hebben ze met Oscar? Is hun leven veranderd? En toen heb ik een tijdje geleden heb ik iemand ontmoet. Dat was een hele goede vriend van hem. En die zei, ja, mijn leven is nu compleet veranderd. Je leeft dan voort, toch met jouw ideeën? Precies. Ja. En toen dacht ik, nou, we moeten een ode aan Oscar brengen. We maken een boek met die verhalen en die tekeningen van die mensen erin. Okay. Vandaar de poster? Ja. Ode aan Oscar en dan hier een monument in de vorm van een boek. En dan de thema's is verlies, vriendschap en toekomstdromen. De thema's die, eigenlijk het plan, maar ook de thema's die in de workshops aan de orde komen, daar vonden wij eigenlijk van, die spelen breder. Het is niet, dit is een aanleiding rondom Oscar, maar ook voor meer jongeren spelen deze thema's. En dan kan je tijdens die workshops, als je komt, kan je je verhaal vertellen van wie betekende Oscar voor jou, wie was hij voor jou. En dan gaan wij jou helpen om dat te verbeelden. En dat kan zijn dat je een verhaal schrijft, een gedicht, een lied, een foto maakt, iets verwerkt wat je al hebt. We kunnen stickers maken, we kunnen tekeningen maken. 12 augustus willen jullie het boek klaar hebben. Wat gaan jullie dan met het boek doen? Nou, het boek wordt ook vooral gemaakt voor zijn zoontje Milo, die is nu 4. En dan denk ik, ja, hij weet nu, van foto's nog van zijn vader. Maar later weet hij natuurlijk helemaal niks. Kijk, en als al die vrienden de input hebben gegeven, dan kan hij zien en lezen van wie zijn vader nou eigenlijk was. Wat was een coole gast. Dat was eigenlijk hartstikke leuk. Ik denk, dat is leuk voor hem. Ik vond het een heel mooi plan terwijl ik daarmee bezig was. En toen heb ik Rieneke benaderd van de straathoekwerk nummer 13. Ik zei, wil jij niet meedoen? Want dan kunnen we het ook breder trekken. In de gemeente Oldebroek zijn we gewoon heel veel jongeren verloren. Heel veel jongeren in de leeftijd, tussen de 15 en de 25 jaar, die hebben gewoon meegemaakt dat een vriend of een bekende, een schoolgenoot, is overleden. En dat is gewoon heftig. En op de website van Oscar stond er heel erg mooi over, iedereen gaat weer op een andere manier om met verlies. En Oscar was een creatieveling. Dat was een graffiti-artiest en dit was zijn manier. Dus ik denk op deze manier met creativiteit, die ook bij je past. Dus de een kan bezig met graffiti, de ander gaat typen, de ander kan iets schrijven, zingen. Hè, dus vanuit creativiteit wordt eigenlijk gebruikt om te gaan met een heftige situatie. En of dat nou iets is, een verlies van een jong persoon, maar het kan ook je opa of oma zijn of een andere bekende is, zijn eigenlijk deze thema's, vinden wij belangrijk om komend jaar aandacht voor te hebben. Dus naast deze workshops gaan we ook nog meer workshops aanbieden voor de bredere doelgroep in de gemeente. Voor deze workshops, hoe kunnen jongeren zich dan aanmelden? Ja, we hebben een eerste workshop gepland, die is in de meivakantie. He, dus die is bedoeld voor jongeren vanaf groep 8. En die komt zo meteen in de flyers van Groep Bezig die op alle scholen komen. En het wordt ook vermeld op de Instagram van het jongerenwerk. Dat is jongerenwerk-GEM Oldebroek van gemeente. En daar komt ook alle informatie op. Dus we starten met een eerste workshop in de meivakantie. En dat is op de donderdagmiddag. En dan is het de bedoeling dat op 12 augustus, dat is zijn sterfdag, dat we dan in Zwolle
in Eureka een expositie gaan maken van het werk wat gemaakt is en het boek gaan presenteren. En dat we dan een soort herdenking hebben.